Wat en voor wie is dit traject eigenlijk? Goeie vraag om het eventjes te starten in een verhaallijn. Sta je vandaag op een punt in je leven waar dat er heel veel opties zijn, heel veel wegen die je kunt bewandelen, maar het is eigenlijk heel moeilijk om te gaan kiezen welke weg dat je wel wil bewandelen. Of de weg wordt gepusht door de mensen rondom jou en de ene wil dat je naar links gaat, de ander wil dat je naar rechts gaat, sommigen willen dat je rechtdoor gaat. Het is wat veel externe uitdagingen. Meestal is dat dan nog gecombineerd met een heel wazig zicht op de toekomst of zelfs een heel wazig zicht op het heden, wat het nog stresserender maakt om je weg verder te zetten. Ook veel drukte, chaos rondom jou, een heel overladen gevoel dat je soms hebt in jouw leven. Of je kiest een weg die niet de gemakkelijkste weg is, maar op een bepaald moment lijkt dat je je volledig vastgereden hebt en dat dus eigenlijk ja, het niet echt goed gaat komen. Waardoor dat je steeds kwaader, kwaader en agressiever gaat worden tegenover de dingen die rondom jou gebeuren, om uiteindelijk tot op het punt te komen waarop dat je eigenlijk volledig crasht. Dat kan zijn in een burn-out, dat kan zijn in lichamelijke problemen, of het kan zo zijn dat je er volledig een gevoel van I don't care hebt, terwijl dat je diep van binnen wel voelt dat dat ook wel weer het leven niet is. Dan is dit wel mogelijk een traject voor jou. Heel belangrijk, zeker als je grote uitdagingen voor jou hebt en vooral zaken zoals een burn-out of lichamelijk problemen achter jou hebt, weet dat elke reis start met één stap. Dus start met een kleine stap en dan is dit traject mogelijk een optie om vooruit te geraken. Wat is dit traject? Dit traject is eigenlijk een intensief groeitraject voor hoogbegaafden of sneldenkenden, niet iedereen gebruikt graag dat woord. En het is een reis waarin je vooral jezelf gaat vinden, je kern gaat vinden, je lange termijn doelen gaat vinden en keuzes gaat kunnen maken. Hoe is het verdeeld? Het start met een volle dag waarop dat we vooral gaan focussen, één, om elkaar beter te leren kennen, want wat superbelangrijk is aan dit traject, is dat het onder ontwikkelingsgelijken is. Wat wil dat zeggen? Jij bent een snelle pingponger, hebt veel ideeën, lalala. De andere mensen in die groep worden effectief ook daarop geselecteerd, zodat we met een heel energieke groep zitten, die best wel wat uitdagingen voor zich zien liggen, maar die ook elkaar heel hard kan versterken in dat denkproces. Wat doen we in dat eerste deel? Is vooral eerst elkaar beter leren kennen. En al eens ook ons kern beter leren kennen. Zijn het de hoogbegaafdheidsmodellen? En wat wil dat dan zeggen voor jou als hoogbegaafde? Dat is een volle dag, zal al een pittige dag zijn. Dan komt er een tweede deel. Het is ongeveer een maand tussen elk deel, zodat je tussentijds ook oefeningen kan meenemen. Reflecteren op de zaken die je geleerd hebt. In de tweede en de derde dag gaan we vooral kijken welke keuzes dat je hebt. Vraag 1 is, ja, kan je altijd zelf kiezen? Dat is de essentie van COVID. En het COVID-raamwerk is volledig op COVID gebaseerd. Dus in tweede en derde dag gaan we vooral inzoomen op dat je echt die keuze hebt. Dat je ook gaat ontdekken wie eigenlijk soms je weg beïnvloedt. Wie zorgt dat je eigenlijk naar links gaat terwijl dat jij zelf intrinsiek rechtdoor wil gaan? Of wie zorgt dat je naar rechts gaat? En hoe kan je zorgen dat je die keuzes veel bewuster zelf gaat maken. Pittige tweede stap is dat. Dan, dus dat is dag 1, dag 2, dag 3. Dan dag 4 en dag 5 gaan we nog een stap verder. We stellen vast dat ieder van jou eigenlijk enorm nood heeft van die lange termijn doelen scherp te hebben. In die vierde en vijfde dag gaan we vooral kijken wat die lange termijn doelen dan mogen zijn. Dus wat de ultieme vuurtoren is waar je naartoe zou willen varen. Omdat je op basis daarvan dan het traject veel scherper gaat kunnen vastleggen. In de laatste dag, en dan ben je ongeveer 6 maanden verder, gaan we dan verder focussen van oké, die grote doelen. Dat is natuurlijk over het algemeen te groot om vast te pakken, waardoor dat je soms nogal een keer nooit gaat beginnen, het uitstelgedrag. Dus in de laatste dag gaan we dan één,
leren hoe dat je dat kan opkappen en hoe dat je kan zorgen dat je elke dag een stap vooruit zet op die grote doelen die je hebt. En twee, zullen we zeker ook reflecteren op het volledig traject en kijken welk aha-moment je door de reis heen gehad hebt en hoe dat je daar dan verder mee aan de slag kunt gaan. Dus dat is het volledige traject, dat zijn 6 volle dagen en dat is dus best wel een pittige reis. Dat is zeker een belangrijke om hier ook te benadrukken. Zoals Covey het zelf ook zegt, het is geen quick fix program. Je gaat echt moeten investeren. Het is een ontdekkingsreis. Het is bij momenten heel confronterend voor jezelf. Maar weet dat je dit in een groep doet in een veilige omgeving. En dat je door die ontdekkingsreis wel ook gaat ontdekken hoeveel je zelf in de hand hebt in dat verhaal. Hoe sterk je jouw heden en jouw toekomst kunt beïnvloeden. En hoe je jouw verleden een stuk kan loslaten. Want dat zijn meestal een van de grootste remmen voor vooruit te kunnen geraken. Zo, dat is het volledige traject. Hoe start het? We starten altijd met een intakegesprek. Zoals ik daar juist ook al aangaf, het is heel belangrijk van een groep te hebben van mensen met een gelijkaardige doelstelling, maar ook met een gelijkaardig startpunt. Niet in de zin dat ze dezelfde problemen hebben. Maar je moet al sterk genoeg in je schoenen staan voor dit traject te starten. Vandaar het intakegesprek om goed af te punten. Wat zijn jouw verwachtingen? Wat hoop je uit dit traject te halen? Je kan dan mij ook nog heel veel vragen stellen rond wie ik ben en waarom ik dit traject juist doe. En op basis daarvan kunnen we dan zien of dat dit een gepast traject voor jou is. Waar gaat het door? Hier bij ons in de gebouwen van Chromie Coach zelf. Wanneer gaat het door? Kijk daarvoor zeker op de website om te zien welke data voorzien zijn. Wat zit er allemaal in dat traject? Sowieso de 6 dagen, wat ik daar juist al zei. Weet dat naast die 6 dagen het ook altijd mogelijk is om individueel via Teams kort overleg te plannen. Als je echt op iets botst of dat je bij een oefening vastrijdt, hoef je niet te wachten tot de volgende maand om dat te zeggen van ja, het is eigenlijk niet gelukt. Nee, dan kunnen we in bilateraal, 1-op-1, nog individuele extra coaching doen om die hindernissen wat te proberen wegwerken. Is natuurlijk ook een extra moment om extra inzichten te gaan vergaren op individuele basis. We zitten nog bij een heel uitgebreide syllabus, waar textueel ook alle tools en technieken van de cursus zijn toegelicht. De Chromie Coach Agenda, dat is een agenda die je dan gaat gebruiken na die 6 maanden. Er is ook een opbouwagenda die in de loop van de 6 delen gaat gegeven worden, zodat je stap voor stap naar een meer rigide planning kunt geraken. En vooral naar een planning die niet gaat over to-do-lijstjes, maar die vooral gaat over grenzen verleggen, zelfreflectie, evenwicht, werk-privé, evenwicht, geest-lichaam. Dus dat is een best pittig traject. En een hele hoop technieken die je dan zelf kan kiezen welke passen bij mij, welke passen niet bij mij. Er zit ook heel veel oefenmateriaal in de cursus. Dat zijn concrete tools om stapje voor stapje extra inzicht te gaan vergaren. Vragenlijsten, waardoor dat je door de vragen schriftelijk te beantwoorden gaat reflecteren over jouw verleden, jouw heden en jouw toekomst. En dan extra is er ook een online platform voorzien waar dat er enerzijds de individuele tools nog eens kunnen herbekeken worden samen met videoopnames waarin ik de tools nog een keer uitleg. Het voordeel daarvan is dat, oké, in de cursus heel veel interactie, niet alle tools worden altijd even volledig uitgelegd, maar vooral op het moment zelf ga je dan gevoel hebben waar dat je dan als je dan thuis komt en die oefening probeert te doen, ja, toch tegen een blokkage gaat botsen af en toe. Daarom gaan we langs de ene kant die tools ook online aanbieden, zodanig dat je die erachter nog kan terugbekijken. Dat online platform blijft voor jou beschikbaar, dus ook na jaren kun je nog altijd die tools terug vastpakken. Het tweede luik is dat je via het platform ook op een veilige manier met de collega-cursisten kan vragen stellen en ervaringen delen. Dat zorgt dat we online elkaar ook versterken om die oefeningen te doen, elkaar versterken als we tegen iets botsen, om weer te gaan brainstormen, wat kunnen hier onze opties zijn. Dus dat is een heel grote meerwaarde die eigenlijk zorgt dat je het volle traject en zelf erna nog in interactie kunt treden met elkaar.
Dus een groeitraject, heel scherpe prijs. Nu, zeker in intakegesprekken start meestal het met de zin van: ja, dit traject spreekt mij eigenlijk maar wel aan en ik herken mij wel in veel dingen. Maar ja, hoogbegaafd, ik heb geen bewijsje dat ik hoogbegaafd ben en daar twijfel ik toch nog wel aan. Dan grijpen we altijd terug naar de 10 vragen. Hè. Als je jou herkent in heel veel van deze kenmerken. Dus dat groot rechtvaardigheidsgevoel van dat in het werk als er iets gebeurt dat onrechtvaardig is, maar dat gaat niet over u, maar dat gaat over een collega. Zeg jij toch diegene die een stapje vooruit zet en dit gaat aankaarten, dat dat niet kan zijn. Je functioneert het best solo. Ja, dat komt er eigenlijk op neer dat je zo'n tempo aanhoudt dat ja, eigenlijk de collega's je wel afremmen of omdat ze jou niet begrijpen. Anderen kunnen jou vaak niet volgen en dat geeft jou veel onbegrip. Dat is als je dan die snelheid pakt en direct met oplossingen komt, dat dat soms bij collega's wrijvingen kan veroorzaken, wat ook niet altijd ideaal is. Je ziet snel oplossingen voor problemen, hè? Dat is degene dat ik daar juist zei. Je stelt hoge eisen vooral aan jezelf, dat is ook een die heel veel voorkomt bij heel veel van onze klanten, is dat perfectionisme. Die lat wordt dan zo hoog gelegd, waardoor dat je dan eigenlijk ja, teleurgesteld bent van het resultaat dat je bereikt hebt. Terwijl dat sommige van uw collega's dan zeggen: wauw, wat voor materiaal heb jij hier afgeleverd? Het is supergoed. En je hebt zoiets van: ja, dit had wel een stuk beter kunnen zijn. Je vraagt je regelmatig af of dit het nu is. Dat is eigenlijk een gevoel dat je hebt, net omdat je die lange termijn doelen niet scherp gesteld hebt. En je presteert wel veel en je zet wel veel stappen. Maar je hebt toch altijd het gevoel van twijfels en van ja, maar is dit nu echt wat het is? Want ik heb toch niet het gevoel dat ik hier altijd de juiste dingen bezig ben. Je hebt een hekel aan moeten en regeltjes. Dat komen bij al onze klanten waarmee we samenwerken, komen we dit tegen. Is zo die moeten regeltjes, zeker in een bedrijfscontext, maar ook qua overheid. Als daar geen logica achter zit, als daar geen authenticiteit achter zit, ja, dan word je daar heel zenuwachtig van en dan is dat echt zoiets van. Je hebt veel innerlijke onrust. Dat is de honger om te creëren, de honger om dingen te doen. Ja. Je hebt eigenlijk geen zittend gat. Je wil wel een verschil gemaakt hebben op het einde van de dag. Je hebt een sterk gevoel van anders zijn. Ja, dat is die puzzelstuk. Hè. Dat is interactie met andere mensen. Dat je toch zo ja, voelt dat er toch dingen zijn die jij anders bekijkt, anders aanpakt, anders ziet. Dus dat je op heel veel van die kenmerken moet bevestigen dat dat ook eigenlijk wel is zoals jij in elkaar zit. Vertrouw mij, dan is de kans best groot dat je dit traject voor jou meerwaarde kan bieden. En gelijk hoe, zoals ik daarnet ook zei, het start met een intakegesprek. Je kan daar nog alle vragen stellen. Bij twijfel kan ik nog een reeks blogs adviseren die je kan lezen, waaruit dat je eventueel nog extra kan zien dat dit misschien een traject voor jou is of niet. Dat intakegesprek kan ook misschien blijken dat het nog niet het traject is voor jou. Dat is geen probleem, er zit daar geen één verplichting aan. Dus je kan perfect inschrijven voor dit traject, voor het gratis intakegesprek. En het is pas na het gesprek dat je hoeft te beslissen of dat je hiervoor wilt gaan. Of dat je dit liever later doet of dat zoiets is van, ja, dit is eigenlijk niet wat ik zocht, dit is niet voor mij bedoeld. Dus geen probleem, het is eigenlijk nul risico bij de start om daaraan te beginnen.